Yo, Nintendo fans! Faka! Niffaus! Piet, hier praten wij gewoon algemeen beschaafd Nederlands, oké? Okay? Naar de strafbank. Hoppakee. Vandaag gaan we naar Wereld 6 in Super Mario 3D World! We zijn nog steeds bezig om deze game 100% uit te spelen, dus alles te halen. En nu zijn we hier in de wolken! Ben jij ook in de wolken? Maar dan van deze video's. Oh, dit is echt wel een heel slecht bruggetje. Maar doe dan je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Beklimming van de Buizenberg. Go, 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 Toad! Woe! Oh, daar is gelijk je broer, Piet. Hatsakee. Oh, ik heb een vuurbloem nodig. Ik zie het al. Of, wacht even. Moeten we hem? We moeten hem in de buis... Oh, nee. Kijk. We hebben een ster. En dan kunnen we gewoon deze ster pakken. Hoppakeetje. Ik dacht dat we hem misschien in de buis moesten laten schieten. Zodat we hier doorheen konden. Maar dat hoeft niet. Want we kunnen gewoon die gele ster pakken. En dan kunnen we ook lekker door. Lekker Toad. Ik wil eigenlijk wel even een vuurbloempie. Mag ik een vuurbloempie? Dankjewel. Ik word op mijn wenken bediend hier, jongen. Oké, laat maar. Ja, dit is top, maar niet heus. Nou, maakt er niet zo heel veel uit, want ik moet gewoon hier naartoe nu. Dan, deze fuzzies. Ja, ik kan daar naar boven gaan om die tijd te pakken. Maar ik laat die tijd lekker zitten. Ik moet wel deze ster hebben, natuurlijk. Go, naar boven. Ja, go. Dit kan in één keer. Lekker. Kijk. Halfway checkpointje. Ik ben benieuwd, jongens. Zijn jullie deze game ook aan het spelen? En proberen hem dan ook 100% compleet te krijgen? En gebruik je daarvoor deze video's? Want dat zou ik op zich wel leuk vinden als je dat op die manier doet. Even kijken, hoor. Waar komen we nou weer terecht? Kijk, we kunnen natuurlijk hier in de buis gaan. Maar we kunnen ook gewoon dat negeren. En gewoon dit zo op de juiste manier doen. Nee! Oké, kom op, Toad. Doe het gewoon zo. Lekker. Mag ik misschien weer een nieuwe vuurbloem van u, meneer het spel? Ja, dankjewel. Ik word weer op mijn wenken bediend. En nu is er geen piranha plant die op mij schiet. Dan moeten we hier naartoe... Oh, nee. Waarom verpest ik de hele tijd mijn vuurbloemen? En dan zal je zien, hè. Dan hebben we straks een vuurbloem nodig om alle sterren te halen. Ja, wedden. Ja, tenzij we hier naar boven kunnen. Misschien is hierboven wel wat. Nee, hierboven is niks. Oké, nou dan, hallo? Toad? Hallo? Oh, daar ben je. Ik denk dat hier nog wel wat is. Ja, kijk, hierboven is wat. Maar, met een beetje geluk kan ik dit ook gewoon zo doen. Oh, we belazeren dit spel weer. Oh, ik moest hem pakken. Ik moest die plant hebben. Nee, nu gaat het allemaal niet meer lukken. Ja, deze. Lekker. En de ster. Hoppakee. Ik ben wel door mijn power-ups heen. Nu alleen de stempel nog, jongens. Ik ga hier gewoon lekker langs rennen. Dikke doei, dikke mazzel. Hou doe en bedankt. Juist. Oké, we gaan. Dan gaan we nu naar deze kant. Moeten we nu deze pakken. En deze pakken. Ja, dan gaan we nu hier naartoe. Zo. En dan hebben we deze. En dan hebben we deze. En dan gaat het slotje open. Nice. Alleen de stempel dus nog nu. Ik ga gewoon achter hun aan. Achter de fuzzies aan. Want anders gaan de fuzzies mij pakken. Ja, ik denk dat we de stempel gemist hebben. Oh nee. Ik denk dat de stempel hier is. Bij Toad. Toadje. Nou, blijkbaar heeft Toad hem ook niet. Dan gaan we maar gewoon zo hier naartoe. Hoppakee. En dan moeten we alleen nog even de stem gaan zoeken. Waar is die stempel? Oh! Wauw. Zou die hier bovenop zitten of zo? Op een van die Ja, nee, dat hier... Nee. Nee, ik geloof nooit dat die hier ergens bovenop zit. Maar hij kan natuurlijk wel hier bovenop zitten. Wacht even. Kan dat? Kan ik... Kan ik hierop? Kom op, Toad. Ja, hij zit daar wel. Ik zie iets schijnen. Kijken. Ja, daar zie ik sowieso iets schijnen. Maar ik... Ja, dat gaat niet. Ik kan er niet op komen. Laat me hierop. Laat me hem pakken. Zou Luigi het kunnen? Even kijken. Misschien dat Luigi het net wel haalt. Ja. Kijk, Luigi haalt het wel. Nice. Lekker, Luigi. Ja, die kan toch net even iets hoger springen dan Toadje, hè? Door naar 6.2. Een zeeziek spookschip. Hier gaan ze sowieso ook alles weer echt goed verbergen, denk ik. Hallo? Hallo, meneertje. Kan jij alles kapot maken? Misschien krijg ik dan iets. Hier, kan jij deze blokjes nog kapot maken? Nee? Oké. Mag ik dan jou hier afduwen? Doei!
Later. Oké, focus. Oh, dit beweegt. Ah, oké, lekker. Hier zijn nog meer van die droepies. Droepies, willen jullie er even afvliegen of zo? Ga eraf. Ga eraf. Ja, die ene is er bijna af. Lekker. Oké, doei. Mazzel. Nou, deze nog. Het duurt te lang. We vechten al een tijdje. En ik ben het zat, want jij moet eraf van mijn schip. Doei. Oh, bijna doei. Doei. Ja, kijk. Dat moet je inderdaad doen om een ster te krijgen. Het is maar goed dat we dit even geprobeerd hebben. Lekker. Kijk, nu hebben we een vuurbloem. Hopelijk houden we nu een keer de vuurbloem. Want met de vuurbloem is het wel allemaal een stukje makkelijker. Dus even kijken, is hierachter nog wat? Ja, maar ik... Wacht even hoor. Ik vind... Wacht. Zou ik hier nou in moeten, ja of nee? Ik ga het gewoon even proberen. Hier is in ieder geval de stempel. Hoe is deze timing van het water? Heel vervelend. Laat me gewoon naar de stempel. Laat me gewoon hier... Laat me gewoon de... Oh my... Wat? Ik ga wel gewoon vanaf hier springen met Luigi anders. Oké, Luigi, spring! Lekker! En dan via de muur en dan... Ja, spring! Oh my gosh, Luigi. Kom op, jongen. Wat ben je aan het sjouwen, man? Oh, Boos. Nee. Dit gaat sowieso fout. Dit gaat fout. Epic save. Epic save! Kom op! Kijk, wat ik dacht is dat ik hier naartoe kon springen gewoon, hè? Hierop. En dat hier dan misschien wel iets zou liggen. Maar er ligt alleen een muntje. En uiteindelijk kom ik denk ik wel hier uit. Dus ik ga toch weer terugspringen. Zo dus. Oké, nu gewoon in één keer springen, Luigi. Kom op. Ah, hij haalt het niet. Paniek in de tent. Kom erop. Lekker, oké. Oh, de stempel die heb ik al natuurlijk. Die hoef ik eigenlijk niet meer te pakken. Ik had hier niet zo heel veel moeite voor hoeven doen. Oké, maar ik wil wel even hier naar beneden. En dan wil ik wel even hierin gewoon. Oké, dan moet ik denk ik eerst even gewoon hier chillen. En dan kan ik nu... Hoppakee, hier die ster pakken. Lekker. Oké, let's go. Oké, we zijn halverwege. We moeten nog één ster. Oh, wacht. Oh, paniek in de tent. Daar is de ster in ieder geval. Ja, die gaan we wel kunnen pakken, hoop ik. Ja, lekker jumpy, Luigi. Lekker. Go. Ah! Oké, en nu? Die gasten moeten even in die gaten. Plam. En... Oh, niet plam. Ik plamp er bijna zelf in. Ik kan ook gewoon schieten natuurlijk, joh. Ik heb natuurlijk die vuurbloemen. Ik kan ze er gewoon inschieten. Hoppa! Doei! Mazzel! Lekker luigie. Go. Eens even kijken of we dit kunnen fixen. Zo, en dan... Spring! Juist. Ja, die jumpies met Luigi zijn wel fijn. Voor de rest vind ik Luigi altijd wel een beetje moeilijk spelen, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Het springen gaat allemaal een beetje zo... Zo spring jij zelf ook! Jij hebt mij nooit zien springen, jongen. Jij staat alleen maar hier op deze kamer. Suf een beetje een plant te zijn. Jij komt nooit buiten. Jij hebt mij nooit zien springen. Eens even kijken wat hier is. Kijk, een warpipe. En daar is een vuurbro. What up, vuurbro? Ik ben nu zelf ook een vuurbro. Ik ben Luigi bro, vuurbro, pro. Pak ze... Oh, wacht even. Oh, het is niet alleen een vuurbro. Het zijn ook hamerbro. Oh, maar ze zijn allemaal kapot. Zag je hoe we dit deden? Dit ging echt super soepel. Wie is de echte vuurbro? Let's go, Bowser level. Huis van 1000 schuifdeuren. Oh, wat? Dit ziet er echt uit als Paper Mario de Origami King. Daar had je ook zo'n huis en dat zag er precies zo uit als dit met van dit soort deurtjes. Weten jullie nog Paper Mario de Origami King? Oh, dat was ook zo'n fijne game om hier op YouTube te spelen, hè? We hebben al best wel veel games uitgespeeld hier op YouTube. We hebben denk ik al iets van 4 Pokémon games uitgespeeld. We hebben Zelda uitgespeeld. Heel veel Mario games. Alleen Super Mario Odyssey en Luigi's Mansion 3 helaas nog niet. Ja, toen uploadde ik nog niet zo heel veel. Dus toen had ik nog niet zo heel veel tijd om al mijn video's te maken. Hallo? Wat doe jij hier? Wat heb jij hier? Oh, je hebt letterlijk gewoon alleen dit. Oké. Lekker muntjes pakken. Oh, een P-switch. Nog een P-switch. 2 P-switches. Oké, wat betekenen deze P-switches? De ene brengt dit naar beneden en de andere gooit een verborgen muurtje omver. En ik heb nog helemaal niks gevonden. Waarom heb ik nog niks gevonden? Ik ben een Goomba. Laten we hier even... Ja, oké.
Als we daarop slaan, krijgen we weer muntjes. Waar zijn alle sterren? En waar is de stempel? Is hier iets? Oh, daar is een ster. Go, 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 go. En ik mag hem gewoon pakken, want ik ben een Goomba. Dus ze vinden mij gewoon chill nu. Dat is ook in Paper Mario The Origami King, hè? Dat is een superleuke verwijzing naar die game toe. We kunnen gewoon lekker chillen nu, omdat we een Goomba zijn. Hallo, jongens. Hallo. Ik loop even door, ja? Of zal ik jullie slopen? Ik ga jullie allemaal slopen. Ik ga jullie allemaal slopen, want misschien als ik jullie allemaal sloop, krijg ik nog wel een ster. Wat vinden jullie daarvan, jongens? Nee? Oké. Geen deal, blijkbaar. We zijn halverwege. We hebben 1 ster. Dat is nog niet heel veel. We moeten nu deze muntjes gaan zoeken. Oh, daar is de 1. Oké, hoe gaan wij dit doen? Wij gaan dit, denk ik, zo doen. We gaan... Oh nee, ik had gewoon moeten gooien natuurlijk. Misschien als ik gewoon had gegooid en boven had gestaan dat ik hem ook had gekregen. We zullen het nooit weten, jongens. We zullen het nooit weten. Oh, deze hebben we daarvoor nodig. Ah, ja, kijk, dit is duidelijk. Nu snap ik het. Dus even kijken hoor, kan ik hier ook in? Wat gebeurt er als ik hier in ga? Dan ben ik dood. Kijk, weet je, ik doe al deze dingen voor jullie, hè. Dan als jullie gaan spelen, dan weet je dat je dat in ieder geval niet moet doen. Oké, hier is nog een muntje. Hierboven is nog een muntje. Oh, oké, hier is nog een muntje. Eigenlijk wil ik nog zo'n ding op mijn hoofd. Even kijken, die waren best wel handig namelijk. Ja, pak er maar 1. Top. Oké, ik moet nog 1 muntje zien te vinden. En ik moet, denk ik, daar nog inkomen. Ik wil naar het dak, jongens. Kan ik naar het dak? Laat maar naar het dak. Ja, oké. Oeh, dit moet wel kunnen, denk ik. Beetje zo en dan ja, zo erop sturen. Nice. Oh, hier kunnen we hem al uitspelen, joh. Ja, maar ik wil hem nog helemaal niet uitspelen. Ik moet eerst de 3e ster nog zien te vinden. En ik moet de stempel nog hebben. Dan moet ik eerst nog even 1 zo'n key zien te vinden. Zo'n muntje. Zit hij hierin? Nee, ze zitten niet daarin. Waar is die laatste muntje? Zit hij hier? Oh, wacht. Hij is hier. Ja. Oké, nu kunnen we hierin. En dan hopen dat de laatste ster en de stempel allebei hier zijn. Als we hierop tikken, dan zien we wat Goombaatjes. Maak ze kapot. Lekker luigie, lekker. Muntjes pakken. Nog meer enemies. Jemig, de pemig, jongen. Oké, en als we hierop drukken, weer muntjes. De tijd is ondertussen al bijna op. Hier zie ik niks. Hier lijkt een verborgen gang te zijn. Zie je? Ja, oké, nu kan ik... En nu? Waar moeten we nu naartoe? Oh, moeten we nu op het dak? Er is hier in ieder geval tijd. Dat is super fijn, want dat heb ik nodig. Hier is de stempel. En hier is nog meer tijd. Nu moet ik alleen de laatste ster nog zien te vinden. Laatste ster, waar ben je? Waar ben je? Oh, hier kunnen we langslopen. Moeten we dan deze slaan? Ja, oké. Heb ik hier nog tijd voor? Het is nog 49 seconden. Ik moet hem kapot maken, denk ik. Ja, en dan heb ik de ster. Lekker. Oké. Nu heel snel het leveltje gaan uitspelen. Go. 39 seconden op de klok. Ja, dit lukt nog wel. Dit lukt nog wel. Oei. Nice. Dit level lijkt ook gewoon op het kasteel van Bowser in Super Mario Odyssey. Echt heel tof gedesigned. Een mix van Mario Odyssey en Paper Mario The Origami King in Super Mario 3D World. Alleen, deze game was er eerder dan die andere 2 games. Dus eigenlijk zijn die andere 2 games misschien wel op dit level gebaseerd. We gaan nu naar de jungle. En het is het vlot door de jungle. Dus dit zal wel weer een lekker leveltje worden hier. Ja, oh nee hè. Oh, dit wordt sowieso lastig. Dit wordt sowieso lastig. Ik heb gelukkig een katje. Dat betekent dat ik hier gewoon rustig omhoog kan. Ja, dan kan ik straks misschien naar de overkant springen. Ja, nu denk ik. Ja, top. Oké, cool. Gaan we boven langs. Gaan we deze kapot maken. Hopelijk ligt hier dan straks wat. Hopelijk missen we nu niks. Ik kan in ieder geval hier even gaan slingeren. Hoppakee. Ja, hier zal toch wel wat liggen, jongens, of niet? Of ben ik nu gewoon het level aan het soort van aan het cheaten en sla ik nu alles over of zo? Ik heb hier de stempel. Nu nog alle sterren. Misschien hier doorheen. Nee, dan ga ik dood, denk ik. Dan ga ik dood. Maar ik heb sowieso iets gemist nu. Sowieso. Even hier naar boven. Ja, dan kunnen we hier een ster doen. Ja, cool. Snel. Sneller! Pak hem! Ik begin gewoon even opnieuw. En dan wil ik kijken of hier beneden niet al ergens een ster is. Want ik heb echt het gevoel dat ik hier sowieso al iets gemist heb. Nou, misschien toch niet. Misschien is dat niet zo. Nee, ik zie niks liggen volgens mij. Nee, ik denk dat ik toch gewoon naar boven moet dan. Zou ik hier ergens nog een kattenpower-up kunnen vinden? Als ik misschien deze muntjes allemaal pak. Ja, kijk, een kattenbel. Nice. Kan ik misschien toch als het... Nou... Wat is dit nou? Ik ben niet in vorm vandaag, jongens. Ik ben niet in vorm vandaag. Oké, met een beetje geluk zit daar ook nog een kattenbel in.
En dan kunnen we er toch nog omhoog. Maar nogmaals, dan moeten we wel een beetje geluk hebben dat dit inderdaad een kattenbel is. Ja, cool. Oké. We hoeven niet per se het vlot te volgen. Dus we kunnen gewoon... Kijk, we kunnen gewoon terug. En dan... Ja, zo. Rennen maar. Rennen maar. Ja, cool. Nu eerst deze pakken. En dan deze. Ja, oké. We hebben een ster. Is het dan de eerste? Nee, zie je. We hebben er toch één gemist. Potverdorie. Ik wist het. Waar is dan die eerste ster? En waarom verpest ik nu weer mijn power-up? Hij was toch in die buis, hè? In die buis. Toen ik dit de eerste keer probeerde aan de rechterkant, die buis. Het zou waarschijnlijk hier ergens wel een derde ster zijn nog. Ik denk dat ik hier niet in moet, misschien. Oh, en hier hebben we zeker dan ook kat nodig. En dan... Ja, hoor. Ja, hoor. Hier hebben we ook een kat voor nodig. En hier ook. Oh, wow, 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 wow. Oké, duidelijk. Oké, nu blijven we echt de hele tijd op dit vlot. Ongeacht die bijtjes, die boeien me niet. Ik blijf op het vlot. Ik denk namelijk echt dat die eerste ster hier aan de rechterkant is strakjes. Maar waar was dat precies? Was dat nog verder dan dit, joh? Oké, ik heb een reserve kattenbel nu. Heerlijk. En nu moeten we even goed opletten. Kijk, hier aan de zijkant is namelijk een buisie. En ik denk echt dat hier dan die ster in zit. Dat moet haast wel. Ja, alleen ik ben dood. Alleen ik ben dood, want ik deed het te vroeg. Oh. Waarom denk ik er niet na vandaag? Anyway, die eerste ster hebben we te pakken. Wat is dit trouwens voor vieze meuk hier allemaal op de grond? Vraag ik me nu opeens af. Wat is dat? Wat voor spul is het? Dat is gewoon gif. Het is gewoon vies paars gif. Piranha plant gif. Let's go! Dit was hem maar net, hoor. Ik dacht even dat ik hem net niet gehaald had. Maar ik heb hem net wel. Dan nu, een tussenbaas. Hallo, meneer de sloopkogel. Aan de kant, Prins Bully. Hier heb ik wel eens in mijn neus, Prins Bully. Waarom lach ik altijd zo om mijn eigen grappen? Hallo, Prins Bully. Hallo, wil je even hierin? Oké, doei. Dag. Hallo, Prins Bully. Nu mag je in deze, ja? Oké, doei. Dag, dag. Oké, welke wil je nu? Wil je nu in de middelste of vind je de achterste ook leuk? Weet je, pak maar gewoon de achterste, joh. Hè? Pak de achterste maar. Met een kat is dit wel echt super makkelijk, deze baas. En weer een sterretje erbij. Lekker! Ja, dus als je de kat uit het vorige level weet te houden, dan is dit wel een heel makkelijk baasie. Dan heb je die Prins Bully zo verslagen. Doei, aan de kant, oude bullebak. Nou kunnen we via de regenboogbrug door naar het volgende stukje, naar de volgende levels. Maar ik ben stiekem ook wel benieuwd waar deze buis ons heen brengt. Ah, kijk, hier is het bonussterretje. Stempeltje bedoel ik. Dankjewel! En dit zal dan wel weer een stempeltje zijn van een veetje. Ja, van het paarse veetje. Dankjewel en houdoe. En bedankt, zeggen ze toch altijd in Brabant. Houdoe en bedankt. Anyway, we hebben weer lekker veel leveltjes gedaan. In de volgende aflevering gaan we al deze levels doen. En die vinden we hier over de regenboogbrug. En dan komen we uiteindelijk uit bij het kasteeltje. We zijn nog steeds op de route om dit 100% te gaan doen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickardju. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!